Denny van der Meijerakker staat klaar. En brengt de bal in beweging. Natuurlijk een lange bal naar voren. Afaker. Op een paas van Butter. Maar daar komt niks uit. Sam Crowther schermt de bal steeds goed af. Nou. Nu helemaal vrij. Oh, Adriaan Kruisheer. Dit was de eerste grote kans. Wordt gewoon een voorzetje, toch? Elke vrije bal is natuurlijk gevaarlijk met zo'n Denny van der Meijerakker. Kopsterk. Komt-ie. Geen risico, Sam Crowther, inderdaad. Goed werk. Ja. We zijn weer verder. DVS wil door. Roland Baas naar Roemeon. Speelt hem door. Lukt dat? Ja, het is een beetje een onrustig veld. Het gebeurt nu al een paar keer. Van der Meijerakker blik naar voren. Gaat schieten. En die schiet binnen. Oh, wat een knal. Enorm. Denny van der Meijerakker. Vuur in zijn wreef. Beetje ongelukkig balverlies. Ja, jij repte over het veld. Nou, inderdaad, dat valt me gewoon even op. Het is natuurlijk keihard, het veld. En inderdaad, balcontrole even kwijt. En Van der Meijerakker, dat is dan toch wel een kwaliteit, hè? Tussen de linies van Son, van de groep. Ja, dit zijn de duelletjes voor Ben Moussa, waar hij... Maar nu staat hij goed. Oeh, Bredewold, sta je? Hij staat op zijn post. Dien Bredewold. Mooi, soepele aanval. Mooi weggestuurd. De koppers hebben ze wel bij IJsselmeervogels. Ramstein en uiteraard ook Denny van der Meijerakker. Opletten. Bal slingert binnen. Sam de Wit. Maarten van Dijk werkt hem richting de zijkant. Komt Kruisheer aan. Oeh. Adriaan Kruisheer. Ja, expres ging het niet. Maar in aanraking met Bradley Martens. En die boarding die was wel flink in de buurt. Flinke klap voor Kruisheer. Het is... De verzorger van IJsselmeervogels komt even kijken. Net als nu de mannen van DVS. Hopen dat het meevalt voor Kruisheer. Goed, goed, bal vrijgespeeld. Ruimte voor Stef Nijland. Nicky van Hilton gaat de keren uithalen. Dat is helemaal niet gek. Heeft daar, Jamie Schaap, daar had Jamie Schaap niet op gerekend. Kon je duidelijk merken. Mooie pegel. Nicky van Hilton. Sam Crowther. Nou, dat doet hij goed. Steekbal naar Roemeon. Kan er achterlangs kruipen. Wel een beetje ver. Dat is net te ver om er wat uit te halen. Nou, klein momentje nog. IJsselmeervogels leidt met 1-0. Maar er is... In de komende 45 minuten nog genoeg om voor te spelen. Toch een vrije trap. En een gevaarlijke, denk ik. Ja, Afaker laat hem over aan Butter. Mag hem nu nemen. Slingert hem richting pittig, tweede pittig, paal. Pittig. Ja, tuurlijk. Zit binnen, ja, maar... Buitenspel. Buitenspel. Dat komt niet verkeerd. Buitenspel of een overtreding. Eén van de twee. Kan natuurlijk ook in de rug duwen zijn geweest. Nou, moedig gevlacht van de vlaggenist van dienst. Hier niet. Sam Crowther. Gaat gewoon door waarmee hij begonnen is. Speelt gewoon goed. Baas, prima. Ook die komt niet aan. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Roemeon. Benjamin. Kruisheer. Ruimte is er voor Nijland. We zijn in de 16. Roland Baas. Oh, op de lat. Op de lat.
duel tussen Van Hilton en Van der Velde ging een beetje aan twee duelletje. Kanten. Maar hij fluit voor overtreding tegen DVS. Nee, we krijgen hem mee, denk ik. Ja. De scheids gaat nu... is duidelijk. Nou, toch wel. Ja. Oeh, Roland Baas. Ja, scoren doet hij niet zo vaak. Hier zou hij van balen. Ja. Zelfs gelijk druk, Van der Meijrakker bemoeit zich verdedigend met het spel. Oh. Hulleman. Afaker. Ja. Nee. Toch niet. Afaker. Voor een open doel. Kleine flashback naar de heenwedstrijd. Toen Dien Bredewold ook de bal miste. Dat doet hij nu weer. Ja. Komt DVS goed weg. DVS toch in een ultieme poging om langs zij te komen hier. Maar IJsselmeervogels nu profiteren van de ruimte misschien. Van der Meijrakker geeft hem heel mooi mee. Buitenspel, Afaker. Roemion. Owen Mullen kan het nog. Op een voet van een vogel. En je hoort het gejuich vanuit het veld. Dat was nog even billenknijpen voor IJsselmeervogels. Maar zeker. Ja, nog een minuutje of twee, denk ik. Sam de Wit. Schreeuw jij hem er even in, Piet. Roemion. Mokhtar. Roemion. Mokhtar. Nou! Wederom een corner. Jongen. IJsselmeervogels. Afaker. Doet hij goed. Van der Velde let niet helemaal naar de bal. Dit is ook niet zo'n slordige bal. En dan is het klaar. Ja, het is klaar. Zielsgelukkig zijn ze hier. In Bunschoten. Met de drie punten. Zwaar bevochten overwinning. DVS van zijn goede kant laten zien. Ja. Behalve scorend. Derde wedstrijd tegen IJsselmeervogels dit seizoen. Helaas ook verloren, maar... We gaan volgende week weer verder. Dit was de lastigste van de komende week. En volgende week spelen we thuis en dan tegen Rijnvogels. Dus kom kijken of kijk live naar DVS TV. We wensen je een fijne Pasen.